Biotown. Hallo lieve mensen van Biotown. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik sta vandaag op First Look voor een prachtige goodie hunt. Lekker Nederlands gratis spullen fixen. Let's go! Hey daar, schone jonkvrouw. Hi Rick. Ik ben momenteel bezig met een goodie hunt. Kan ik een hapje van je broodje krijgen? Weet je dat heel zeker, want ik heb net dingen over die broodjes gehoord. Ik durf er niet meer te eten. Geef dat maar helemaal aan mij. Ik weet niet of je dat echt wilt. Ik ben net finaal uitgelachen ook. Waarom? Omdat schijnbaar die shit gewoon een half jaar over de datum is. Heb ik van iemand gewerkt. Van iemand gehoord die hier werkt. Hoor je dat? De broodjes zijn over de datum. En hoeveel ben je ervoor kwijt? 8 euro? Ik ben rijk, dus het boeit me niet. We zitten momenteel zwaar diep behind the scenes bij Asus. Voor een interview met Ralf. Want Ralf dacht... Ralf en ik gaan way back, Gamescom natuurlijk. Ja, dat is niet zo'n heel grote way, maar het is even geleden. We hebben wel eens in hetzelfde huis geslapen, zeg maar. Ja, dat wel. Maar, waar je lekker stinkvoet had en zo. Ja, die verwacht je natuurlijk een heel diepte interview over Asus en de nieuwe producten. Maar eigenlijk wouden we gewoon goodies, zeg maar. Ja, dat kan geregeld worden. Die hebben we nog. Maar dan moeten we wel even naar de andere kant. Ja, gaan we weer naar de andere kant. Ik neem je mee. Hier is het supergeheime Asus Goodie Hall. En hier, hier op de grond... Vloeibare stikstof, want ze hebben hier allemaal supercomputers. Supercoole supercomputers. De computer is gewoon aan het opstarten, maar hij loopt op vloeibare stikstof. En daar is hij hoor. Wow! Yes, yay! Iemand zit in een kauwgompie? Hier. Wat is dit? Het is een chairstick. Het zijn eigenlijk twee zeg maar, opblaasbare eierstokken die je tegen elkaar aan kan klapperen. Toppie! Okay. En hier heb je pepermunt, want je stinkt uit je bek. Cable tires. Ja, misschien komt er ook van pas vanavond in het hotel of zo. Maar sleutelhangers, muismatjes. Muismatjes, oh ja. De shirt waar je niet past. Is het een small of een large? En voor jou ook een. Ook een XL. Hartelijk bedankt voor deze leuke goodies, Ralf. Oké, okay, wat voor moois heb je? Ik heb een mooie strandbal van Amiibo. Yes! Dat had je altijd al willen hebben. Ik had liever gewoon echte Amiibo's gehad, maar... Ja, nee, helaas. Die heb ik niet. Dan moet ik hem met de strandbal doen. Ja. Ga je hem ook opblazen? Ja, dat mag je zelf doen. Dank je. Verdomme. We hebben niet zo heel veel, maar we hebben wel iets. Vertel, vertel. Zoom maar af in, want het is heel klein. Ik zie ook al heel veel mensen lopen met van die maskers. Klopt, die zijn op zeker? We hadden allemaal maskers, die zijn helaas allemaal op. Ze zijn leuk. 6.500 stuks op. Echt? Heb je heb je nog eentje voor mij? Op kantoor. Kantoor. Dus die stuur ik wel op. Weet je, trieste achteraf goodie wordt het dan. Nou, ik neem een speltje in ieder geval aan. Oh, een hele berg. Yes! Mijn hele jas onder zo meteen. Dat is wel leuks voor jou, maar dat komt eraan. Oeh. Dat zien de kijkers nog wel, dat zien de kijkers later. Heb jij heel heel toevallig misschien nog een mooie goodie voor ons? Ik ga even kijken, want ik heb wel iets, maar ik weet... Het is een heel speciaal iets. Nou, oeh. Ja, het is echt heel tof. Het is een heel tof t-shirt. Ik zal hem bij, ik heb er maar één van. Ik doe mijn shirt alvast uit. Dan heb ik hem niet meer. Ik zal hem even halen. Be right back. Oké, ik ben zo benieuwd. Okay, dit is echt heel cool. Street Fighter is namelijk hartstikke awesome. Waarom? Omdat we enorme vette art van Ryu hebben. Dus wat dan beter om een ontzettend vette Ryu... Dat is wel vet. Mag ik mijn shirt uitdoen? Als ik het maar niet hoef te zien, vind ik het... Oké, ogen dicht, ogen dicht. Nou, als dit geen kijkcijferkanon is, dan weet ik het ook niet meer, dames en heren. Dit is echt... Dit is wel lekker. Hoppakee, check. Een lekker shirtje. Dit is de man. Mag jij deze hebben? Jouw wit shirt, tof man. Ik ga hem niet meteen aandoen, maar bedankt. Hey, je kunt je weer weggeven. Super, ja, ik denk dat iedereen wel een wit t-shirt wil hebben. Dat is van mij. Awesome, ja man. Dit is okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is mijn allerlaatste goodie bag voor YouTubers. Voor je, dat zijn wij. Zijn jullie YouTubers? Hoe heet jullie kanaal? Banjotown. Banjotown. Nou, we hebben best veel abonnees hoor. Dan hebben jullie de allerlaatste goodie bag voor YouTubers. Yes, wat zit erin? Van alles. Oh, echt heel veel. Even kijken hoor. Ja, dan graai ik wel in je zak. Kleinere tas. Grotere tas. Oh, nog beter. Oké okay, dan. Een pet. Een mooie pet. Is een MSI Toolkit. Voor je computer. Ja. Graaien, spannend. Echt kerst dit, ja. Nog een mooi blad over MSI en hoe fantastisch het is. Zeker. Zit er nog eten in? Ik voel eten, denk ik. Nee, het is een sleutelhanger. Nog iets en nog iets. Dit is een muismat. Dit is een keycord. En we hebben hier ook nog... Nog een sleutelhanger. Oh, die is schattig. En
dat was het. Super bedankt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Doe even een duimpje omhoog, laat even een reactie achter als je nog iets wil winnen. Als we een keer niet lui zijn, sturen we het misschien naar je op. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende Rick's Avonturen.